Ja, oké. Vandaag wordt een epic video, want jullie komen er misschien wel in. Ik heb jullie namelijk op Facebook gevraagd om jullie channels of jullie video's achter te laten. En dan ga ik die bekijken. Dus dat gaan we vandaag doen. Vergeet zeker die like niet, dat motiveert mij enorm. En dan kunnen we eigenlijk gewoon beginnen aan de video. Dat gaan we nu doen, ja. Oké, laten we eens beginnen. Mannen, godverdomme. Ha? Ha. Oké, dus kijk eens aan. Ik heb jullie hier gevraagd om al jullie channels mooi achter te laten. Dus wij gaan eens kijken wat jullie allemaal hebben voor leuke channels. Ik ga jullie op voorhand zeggen, ik lach niemand uit. Ik geef gewoon mijn reactie op jullie channel. Is dat positief? Oké, is dat negatief? Ook oké. Jullie moesten jullie channels niet achterlaten. Maar goed, we gaan nu eigenlijk beginnen. Oké, we gaan beginnen met Raption. Raption. Oké, mijn oortjes insteken natuurlijk, hè mannen. Want anders hoorde niks, weet je dat? Oké, we gaan eens beginnen. Dagelijks uploaden. Yo, kijkers van mijn kanaal. Welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het eigenlijk gewoon een klein... Yo, kijkers van mijn kanaal. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Gewoon blijven voordoen, man. Echt waar. Chapeau. Oké, dan gaan we naar Alvin Duels. Oké, stikken door 7 theezakjes. Oké, dus ik dacht dat mijn schaduwprobleem opgelost was, maar dus blijkbaar niet. Nee. Oh. Camera bijna gevallen. Camera bijna gevallen. Bijna gedaan. Mohaup! Oké, wanneer ga je nog eens op een Omegle? Niet vandaag, sorry man. Oké, dan gaan we nog eens kijken naar, Oké, dan gaan we kijken naar DCM TV. Vluchtelingen op mijn school. Oké, ze zeggen fucking racistisch. Ze zeggen het niet mee eens dat de vluchtelingen in ons land zitten. Klik dan gewoon weg. Weg? Ga gewoon weg nu, klik deze video weg. Oké, ik ben weg. Nee, grapje, het is een grapje, rustig. Leuke video, man, blijf voortdoen met je channel. Oké, dan gaan we naar de volgende. Jammer, de volgende. Haatreactie. Oké, mensen. Dit is iets helemaal anders. Oké, mensen. Dit is iets helemaal anders vandaag. Ik ga uw camera een beetje anders positioneren, maar voor de rest komt dat in orde. Maar we gaan verder kijken. Want ik ben wel benieuwd. Wat iedere YouTuber nu doet en krijgt. Haatreacties. Die heeft 3 haatreacties en die gaat reageren op haat. Kom, ja. Zullen we er maar aan beginnen? We gaan eraan beginnen. Buddy de Grote zegt... Hola, Buddy de Grote. Op een reactie. Je poepkop en je slechte opname. Oké. Reageer op haatcomment. De bedoeling is dat je daar een funny reaction op maakt. En niet gewoon zegt oké. Snap je? Maar dat maakt niet uit. Goed bezig. Je kunt er tegen die haters. Haters en praters, maar wel chillen dudes. Dat zeg ik altijd. Robbe Peters, ik hou van kip. Dag allemaal, welkom terug. Welkom terug bij Dag Allemaal. Oké, kijk, deze persoon vond het nodig om zijn channel 25 keer te reageren. Dus dankjewel, we gaan niet kijken naar uw video. Oké, we gaan naar de show kijken. Okay, goed nieuws. Yo YouTube, ik ben Moestel van vandaag. Yo YouTube, ik ben welkom terug bij die video. Oh, Black Pitch. Elke pitch belangrijk. Pitch belangrijk. We beginnen nu gewoon maar met het slechte nieuws. Ja, je hebt echt, goed bezig. Echt, nee, echt waar, goed bezig. Je praat wel zo een beetje overdreven, zo van... En wel, van toch! Maar dat maakt niet uit, je bent gewoon gemotiveerd om een goede video te maken. En dat zie ik in je ogen. Allee, in je, ja, weet ik veel. Dat zie ik gewoon, ik voel dat. Ik voel dat je gepassioneerd bent door YouTube. Oké, we gaan kijken naar extra large. Extra, grappig. Neefje speelt Minecraft. Vandaag. Hey, oei. Wow. Sorry, maar ik krijg ziektes van Minecraft op. Ik weet niet waarom. Maar je moet gewoon doen wat jij leuk vindt. Maar ik vind Minecraft echt... Ja, nee, ik word een beetje agressief van die game. Maar dat maakt niet uit. Het is normaal. Gewoon blijven voortdoen. Oké, de volgende is Teezy. Oké, dus zoals je ziet ben ik op dit channel geabonneerd. Ik weet niet waarom. Ik heb eigenlijk 2 goede redenen. De eerste reden is eigenlijk omdat hij mij een ijs heeft gegeven op een meeting. Gratis, dus dankjewel. En de tweede reden is gewoon omdat ik die graag kijk. Ik weet ook niet waarom. Hij maakt niet de beste video's, niet de professioneelste en shit, maar je moet ergens beginnen, zeg ik altijd. Dus ik zou allemaal zeggen, abonneer op hem hier en dan komt dat allemaal goed. We gaan wel eens een video van hem bekijken.
Maar ik wil even iets melden. De vakantie melden. Heeft niet alleen mijn slaapritme verkloot, maar ook uw eetprobleem. Mijn eetritme, en al die andere dingen. Goed bezig en gewoon blijven voortdoen. Makker. Oké, we gaan naar kijken naar Valosco Gaming. Mijn naam en welkom. Mijn naam. Black of 3, ja. Jullie hebben over de challenge van gisteren, de 100 sub special. Ik heb daar namelijk 15 dislikes op gekregen. Oh. Want ik was in de morgen aan het kijken in mijn bed. En toen hadden we 27 likes en 0 dislikes. En een uur daarna hadden we opeens 15 dislikes. Ik vond het echt fucking raar. Ja, oké, nice, we hebben die. Ik vond het echt super raar, omdat misschien iemand een likebot heeft. Allee, gewoon 10 accounts of zo. Dat zie ik tegenwoordig in elke video. Vanaf iemand meer dan 5 dislikes heeft, of zelfs minder, denken mensen dat dat een dislike bot is. Het is geen dislike bot, ja? Het zijn gewoon mensen die een video niet leuk vinden. Of inderdaad mensen die een paar channels gaan disliken met een paar accounts voor een of andere reden. Geen dislike bot. Maar goed, ik bedank jullie voor het kijken. Vergeet zeker die like niet. Abonneer op mijn kanaal als jij nieuw bent. En check mijn sociale media in de beschrijving. En ga naar Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat enzovoort. Allemaal in de beschrijving. En nog eens voor de duidelijkheid. Dit is geen haat naar jullie. Ik wil jullie allemaal bedanken dat jullie kijken naar mijn kanaal. Ik wou ook eens kijken naar jullie kanaal. Het is normaal dat niet elk kanaal top is, maar je moet gewoon blijven voortdoen. Want iedereen dat ik vandaag heb gezien, die kan een big YouTube content creator worden. Dus ik zou zeggen, vergeet die like niet. En ja, dat heb ik allemaal gezegd eigenlijk. Dus ja. Ja, you...